Ik ga Gandalf hier voor het eten geven, die zit hier op te wachten. Een emmer. Een emmer. 10 liter. Dus die gaan we even openmaken. Ja, lieve vrienden, ik wou eerst nog eventjes wat melden voordat ik met een nieuwe vlog ga beginnen. Ja, gisteren was het zaterdag 19 juni en heb ik me een heel klein beetje aan het filmen geweest voor jullie. Omdat ik er gewoon niet meer aan heb gedacht, omdat ik druk en nog eens een keer druk aan het werk word. En dat zal ik jullie laten zien. Sowieso de bank weer verschoond, maar ja, de dames hè, buiten, weet je het. Ook heb ik de hondenmand schone lakens ingegooid en de hondenmand uitgezogen. Ik heb de kamer, ik heb helemaal benedenverdieping schoongemaakt. Juist. En ik wil zeggen, waarom? Je had toch vrijdag huishoudelijke zorg? Ja, maar het was gisteren weer een en al haar. Nou, en dat wil ik niet. Nee. En dan kun je wel zeggen, nou, dan wacht je toch tot morgen. Ja, mijn logeerkamer moet klaar. Dus ja. Maar nou, nieuwe vlog. Nieuwe dag, het is zondag. Vandaag is 20 juni. En ik ben jarig 23 juni, dus dat is woensdag. Maar we leven nu vandaag, zondag 20 juni en het is 13:48. Ik moet nog met de beestjes uit, met de woefwaffies. Maar ik ben ook al boven weer even bezig geweest om de logeerkamer al heel eind op te ruimen. Het lijkt al gelijk een stuk anders. Het is nog niet klaar, maar er een heleboel is al opgeruimd. Dus ja, ik zal kijken of ik dat vandaag verder aan toe kan komen. Zo niet doen we dat morgen verder. Logeerbed moet opgemaakt worden, et cetera. En dan denk je, waarom dan? Ja, mijn zwagertje komt slapen. Ja, die komt even een paar dagen. Hij komt woensdag voor mijn verjaardag en hij blijft een paar dagen slapen. Nou, hartstikke leuk, geweldig en lief. Maar dan is ook die kamer maar weer eens een keertje netjes. En dat moet eigenlijk eens een keer geprobeerd zo te blijven, ja. Het is makkelijk om dat op het bed neer te gooien, weet je. Maar... ja, maar oké, komt allemaal wel goed. Ik heb ook tegen mijn zwager gezegd dat mijn kast een stuk is, dat mijn deur eruit meest. Nou, misschien dat hij dat weet te repareren, ik weet het niet. Maar dat merken we wel. Ja, komt allemaal wel goed, lieve vrienden. Ik wens jullie ook natuurlijk een hartelijk welkom bij deze nieuwe vlog van zondag. Ja, de 20e. Klokje slaat 15:15. Nou ja, 13:49, ik ben een paar minuten voor. Ik ga Gandalf hier even te eten geven, die zit hier op te wachten. Staat te wachten, moet ik zeggen. Loopt te wachten. Nou ja, wat doet hij? Rijka komt aan de andere kant bij me. Hé hey, Rijka? Jongen, oh, wat is? Wat is? Kink ook hoor. Kink ook hoor. Nou jij. Opie-dopie. Maar oké, dat wou ik allemaal eventjes eerst duidelijk maken. Dat waarom ik gisteren dus niet zo vaak gefilmd heb. En geen eens niet een einde eraan gemaakt heb. Dan doe ik dat wel vaker niet. Maar ik ben wel van plan om dat eigenlijk er ook in te gaan gooien. Ja, een einde. Vind ik wel zo leuk. Maar ja, je vergeet het ook wel eens. Omdat je met andere dingen bezig bent. In je hoofd dat niet bij staat. En ik denk dat ik ook niet de enige zou zijn. Maar ik laat wel iedere dag sowieso van me horen. En dat is wel weer fijn. Ja. Ik heb olifanten erin. Maar volgens mij is het niet goed. Nee. Je hoort een linker en een rechter te hebben. Deze gaat naar mijn hoofd toe. Die gaat van mijn hoofd af. En het moet zo wezen zoals die. Van mijn hoofd aflopen. Nou. Ik denk dat ze twee linker heb gepakt. Ja. Maar ja, maakt niet uit. Ik krijg ze toch goedkoper. Dus ik vind ze wel leuk. Ik vind ze wel mooi op zich. Het heeft met Indië te maken. Want het is een eerbetoon, een olifant. Ja, een eerbetoon bij hun.
Omdat hun gebruikte vroeger olifant om te helpen met werkzaamheden. Maar ja, oké. Ik zal het nog wel eens een keertje zeggen. Als je weer daar naartoe gaat en je haalt daar weer wat moois allemaal op. Let dan op dat je een linker en een rechter hebt. En niet twee linker of twee rechters. Nee. Maar dat zal ze ook wel niet aan gedacht hebben. Oh, wat mooi. Ja, die neem ik mee. Weet je, je weet hoe dat gaat. Dus oké, lieve vrienden, ik ga weer aan de loop. Het is droog weer, het is al grijs, grauw en triest. Maar ja, dat moet op de koop toenemen. Ik zou zeggen, geniet van jullie zondag en tot later. Doei! Ja, hallo lieve vrienden. Ik zal hem even een stukje omhoog doen. Ja. Luister, ja. Ik ben net weer thuis, ik heb boodschappen gedaan. Ik had er eigenlijk eerst helemaal geen zin in. Ik denk, op een gegeven moment, ik wil toch een frisse lucht, weet je ook. Ik denk, nou weet je wat, ik ga eventjes boodschappen doen. Wat ik binnen heb, heb ik dan maar binnen. Nou, en ik zag ook iets leuks voor in de huishouding. Ik denk, mooi knap voor mezelf. Dat laat ik jullie als eerste even zien. Een emmer, 10 liter, dus die gaan we even openmaken. Dus ik denk ik wel even dat je er een schaar bij moet hebben, ja dus. En die heb ik hier wel in het blaadje. En dan zullen we even... Ja. Zo dan. Je bent er snel hè. Mag er niet. Er niks voor jou in. Dat jullie niet genoeg hebben. Ja, boefies. Zo. Nou, wat weg kan, gooi ik gelijk weg. Even buiten de weg. Zo. Nou, het handvat. Dat moet hij wel natuurlijk willen, maar dat zal je zien. Het is nieuw, is het stug, hè? Ja, maar er kan in ieder geval 10 liter in. Ja, nou kijk eens aan. Het papiertje moet er nog even uit. Het zal ingelijmd zijn. Het is altijd ingelijmd. En dat vind ik nooit leuk. Nee. Zo, dat moet er dus even af, want dat vind ik niet leuk. Wie doet dat er nou? Doet dat op de buitenkant, weet je? Aan de onderkant, hier ook. En er niet in. Maar ik heb hem er in één keer af. Ja, nee. Oké. Okay. Dus ja, lekker handig, vind ik. Dus ja, dan heb ik, ja. Ik heb hier ook wel emmers, maar die zijn heel anders dan dat ik gewend ben. Dus ja, maar ik leg ze wel bij. Mooi. Ik vind dat ook weer even weg. En dan heb ik nog wat moois. En dat is een snijplank. Ik heb wel snijplanken, maar niet zo één. Nee, dit is 3-in-1. Opvouwbare snijplank. Voor het snijden, wassen en bewaren. BPA-vrij vaatwasmachine bestendig ingebouwde plug. Dit is hem. Dus ja, dat leek mij ook wel handig. Dan zit je, anders zit je met aparte bakken, aparte schalen, weet je. En dan heb je alles in één. Moet je paprika snijden? Nou ja, je doet dat in voilà. Dat is gelukkig. Nou ja, gelukkig.
pak de zak eens vast. Moet je ook weer natuurlijk schoonmaken met ontvetten misschien. Dan blijft wat zitten. Ik gooi even dit weer weg. En door. Nee, dan blijft er wat op zitten van dat karton en dat plak. Dus ja, dat moet er wel af, hè? Vinden jullie ook niet? Kijk, het rolt op. Aha. Wat een hoop herrie buiten. En druk buiten. En dat op zondag terwijl er niks te doen is. Hoop wandelaars ook. Vanochtend al dat ik met de honden ging. Onder de dijk door. Hoop wandelaars. Maar er is niks open, weet je. De terrassenboel ook nog niet. Nou, dat wordt tijd dat dat ook open gaat. Zij hebben gisteren meer versoepelingen gekregen. Nou, het is niet te merken hoor. Nee. Ik gooi dan ook die terrassen op zondag open. Dat was normaal ook, weet je. Behalve met slecht weer. Nou ja, je hebt een warme jas aan. En ik zet anders van die terraskachels buiten. Ja. En zoals in Valkenburg. Ik ben één keer op vakantie geweest in Valkenburg. Nou, daar hebben ze allemaal, al die terrassen hebben allemaal stuk voor stuk van die terrassenwarmers. Ja, nou ideaal. Ik heb tenminste buiten zitten. Zonder jas, want terwijl het wel koud is. Ja. Nou, dat moet ik even verder met ontvetten doen. Maar kijk. Dus het meeste is eraf. Nou, we gaan het nog even weggooien. Zo. En duwen we die ook uit. Ja. En dan heb ik pootjes. Maar ik dacht dat hij nog een keer kon. Ik weet het even niet. Ik dacht dat hij nog een keer kon hoor. Ik weet het niet zeker. Dan moet hij toch denk ik nog een keer willen. Ja, zie je wel. Kijk, dan kun je gelijk schoonmaken. Haar pootjes. En een stop. Om mijn water weer uit te laten lopen. Goed toch? Ja, helemaal geweldig. Zo. Dus ja, dit wordt eerst allemaal even lekker in de vaatwasser afgewassen. Want het is vaatwasmachine bestendig. Misschien gaat dat er dan ook wel af. Laat het hopen. Dus ja, ik ben er blij mee. Ja. Helemaal geweldig, toch? Kijk, ik heb die stop die moet los in. Wanneer ik hem in de vaatwasser doe. Zo simpel als wat. Nou, die gaat even hier naartoe. Nee, dat gaat niet. Die zet hem daar neer. Tegen de muur van daar recht aan. Die kan weg. Daar heb ik zoveel andere voor. Gisteren. Ik heb mijn vloer hier gedweld. Met azijn. Goed werk. Nou, brood. Zonder brood begin je niks. Dat leggen we even hier neer. Er nog één. Nou, jullie weten allemaal dat ik woensdag jarig ben, 23 juni. Ik krijg visite op mijn zwagertje komt. Helemaal blij. Dus ja, ik had al wel wat in huis gehaald, maar nog niet veel. Zoals worst had ik gehaald. Maar voor de rest nog niet. Enkel mijn worst. Nou, ik ben een heks. Ja, een heks zonder heksenkaas bestaat niet, hè? Dus heksenkaas. Ja. Yeah. Toast. Een snijplankje wordt dit genoemd. Met kaas, drie soorten kaas. Dus dat heb ik. Voor mezelf.
voor vandaag, denk ik. Die zal ik eerst maar even in de vriezer doen. Voordat het straks ontdooid is. Ja, dat moet wel even gedaan worden. Natuurlijk mijn poezenbeestje. Even aangedacht. Ik heb Amerika filet van Toos. Ik heb, dat deed me echt pijn mee, in de winkel bij de kassa. Voor mijn broertje, maar ja, die drinkt er maar één, maar ik lust ook bier in plaats van wijn, ja. En mijn zwagertje mag geen drank hebben, want die heeft te veel en te zware medicatie. Ja, dus dat komt allemaal wel goed. Ja, er zit nog een put in. Voor jullie niet meer te zien, ik zie het ook nog maar een klein beetje, maar mijn vinger was ingedeukt. Ja, ik kreeg dat met een noodgang op mijn vingers. Op mijn vinger, mijn middelvinger. Dan heb ik een fles haarlak. Dan heb ik een fles bleekwater voor in de wc. Bakken. Dat moet ook in de koelkast. Dat. En dan heb ik 4 van deze jongens. Azijn, witte azijn. Daar ook mee schoonmaken. Maar ook voor mijn waterkoker. Ik heb wel zo'n tablet, maar die vind ik niks helpen. Dit helpt veel meer. Dus ja, dat gaan we gewoon doen. Dus eentje zet ik hier neer. En de rest gaat in de kast. Dat zijn er 3 van die knapen. Dus ja, dat ga ik ook mee naar boven schoonmaken. En ik gebruik daar ook mijn nieuwe Emma voor. Ja, laten we dat maar eens lekker gaan doen, maar of dat vandaag gaat worden, het is al 6:15 op mijn horloge. Ik ga de boodschap opruimen, ik neem een bak koffie en dan is het even met mijn hondjes eruit, geloof ik, denk ik. Dan is het ook alweer na 6, denk ik. Ja, want het is nu 17:42, dus ja, bijna 6:15. Ik ga de boel opruimen, koffie maken en ik zie jullie straks misschien nog wel weer. Ik zou zeggen, tot dan. Ja, hallo lieve vrienden. Ik ben back af en moet nog met de meisjes lopen. En het is 7:45. Moet nog lopen en ik moet nog eten. Maar ik heb de kamer boven helemaal schoon en netjes op 1 ding na. En dat is de vloer. En dat is geen morgen. Ik heb wel wat gezogen, maar ik kon nog niet overal bij. En nou vind ik het te laat worden om daar nog voor te gaan zuigen. Dus morgen dan komt de huishoudelijke zorg en ze heeft het dweilen met het water wat ik haar aanraad. En niet met wat anders. Want het wordt echt brandschoon met die azijn. Ja, echt waar. Hé, ja nou meisje. Ja, en hoe ik daar weer ga komen, Joost mag het weten. Ik heb er een pleister op, maar die is nat, dus die moet ik maar weer even verschonen. Als het tenminste nog bloedt. Maar in ieder geval, ik ga nou zo eerst een meisje lopen. Ondanks dat ik back af ben, maar daarna kan ik weer zitten, weet je. Dus dat doen we gewoon. Ik moet ook nog een vlog in elkaar zetten, dus ik heb nog aardig wat te doen. Hè? Ja nou, wat een dikkie doosje. Pidoe. Meisje, wat lieverd. Oh, lieverd. Ja, nou. Oh ja. En toen, doe je bed goed. Zo, dat is netjes, hè? Zo. Ja. En je zit met je kind. Moet ook niet, hè? Nee. Hé, wijfie. Och, kusje. Kijk, een klein ding. Hé? Blijf mijn kleine lieve meid. Ja. Zegt Kanda. Ik zal de rollator gaan pakken.
En dan eten van kantals in de gang zetten. Dan kan die naar de gang. Kan die niet onder zijn benen en pootjes doorflippen, hè? Nee. Oeh, wat een gapie. Dus ja, oké, lieve vrienden. Ik ga er vandoor en ik zou zeggen, tot straks. Doei!